Hey gasten van het Gamekanaal, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag jongens gaan we geen dienstje doen, we gaan gewoon lekker op pad als burger zijnde. We gaan eens even kijken wat voor melden we kunnen maken als burger en wat we hier uit kunnen halen. Ik zat sowieso te denken aan een mooie crash waar we iets mee kunnen, dat we even vervoerd moeten worden naar het ziekenhuis. Misschien kunnen we wat in brand steken, dat we brandstichtingen kunnen doen. We gaan even kijken. Laten we als eerst beginnen met een mooie auto. Wat is een beetje mooi. Het is wel rond de Halloween tijd, dus we kunnen die Halloween auto pakken. Die Nissan GT-R zie ik ook bijna nooit meer iemand rijden. We doen hem in het lichtblauw. Kijk, daar staat hij. Hoppa. En dan, er kunnen 4 mensen in deze wagen. Zo, en dan hebben we een Nissan GT-R'tje. Laten we eens op zoek gaan naar een plek die we even goed kunnen brandstichten. Dan maken we de melding, een man heeft een huis in brand gestoken, brandstichter staat te kijken ofzo. Of burenruzie, man heeft Molotov cocktail naar binnen toe gegooid en heb je een klein brandje. Weet je, dat doen we gewoon. We doen hem gewoon hier zo, hop. Parkeren we mijn auto ergens op zo'n oprit. Je kunt het ook doen op de camping, dan wordt het wel een chaos. Dat doen we wel. Ik doe hem gewoon op de camping. Er wordt wel een beetje chaos, denk ik. Maar daar zijn bijna nooit meer meldingen. Dus ik denk, we doen hem daar. Dit ding rijdt echt mokersnel. Hij zou iets beter in zijn toeren mogen gaan, zeg maar. Iets eerder opschakelen. Want nu schakelt hij pas op bij de 7 en dan schakelt hij door bij de 8. Er stonden wel 2 motormuizen ietsjes terug. Maar dat houdt ons niet tegen om deze melding eens even te maken. Wat doen we? We doen zo'n huisje achteraan. Parkeren we mijn auto hier. We kunnen ook het toiletgebouw zeg maar in de fik steken. En dan doen we alsof we jongeren zijn. Give me F3X. Dat is F3X dan gewoon zo. Kijk. Hebben we de building tool. En dan hebben we hier de wc. En dan gaan we even de wc laten roken. Dat doen wij door zo te doen. En dan doen we hem klein Vicky. Kijk, dit is perfect. Doen we de smoke. Doen we deze wat zwart te maken. Zo. Hoppa. Kijk, hebben we het wc-gebouwtje in de fik gezet. Weet je, misschien dat als we het iets verder laten detailleren, dat we deze ook een beetje heel lichtjes laten branden. Dus die moet op 4 en die moet op 2. Kijk, dan heb je zo'n heel licht brandje. Nee, dat is niet mooi. Oh, het hele toiletgebouw in de fik. We doen deze ook gewoon, want ja, we brandstichten, hè, dus we mogen zelf weten waar we het doen. Zo. Hoppa. Zo, dan maken we alvast een melding. Dan worden we dadelijk nog betrapt. Hier zo, telefoon. Dat is de camping. Gebeurtenis. Jongeren steken. Even kijken, wc, want toilet is getagd. Wc-gebouw in de fik. Ik denk dat hij de melding al heeft gemaakt. Ik hoor ze al. En staat te kijken. Hij mag naar de politie, brandweer. Hij heeft hem al gemaakt. Ik hoef hem niet eens meer te doen. Nou, dan gaan we even kijken. Goedenavond, brandje in de wc. Kijk, in dat wc'tje daar zo. Kijk. Ja, daar. Zie me nergens rook. Oh joh, die rook blijft helemaal binnen. Die agent doet ook niks, hè. Ik heb hier gewoon vrij spel. Ik heb hier gewoon een rustige brandje te stichten. En dit is leuk. Dit is leuk. We gaan die brandweer ook gewoon eventjes wat meer laten doen vandaag. Eens even kijken. Wat gaan we nog meer in de fik steken? Een prullenbakje zometeen. Gaan we daar gewoon weer staan. Misschien dat het dan opvalt. Want we moeten wel zorgen dat we gaan opvallen. Die ene wc die brandt nog. En die andere die hebben ze dus al weten te blussen. Ze zijn in ieder geval hard bezig met mijn brandjes blussen. Dat is toch mooi? Nee, ik heb geen verdachte gezien. Nee. Hij stond ineens in brand. Heel raar. Ik heb deze melding ook verder niet aangemaakt. Nou, ik ben een bewoner van deze camping. Ik heb mezelf net... ben hier op bezoek. Ja, dus ik ben eigenlijk ook geen bewoner meer, zeg maar. Mysterieus verhaal weer.
Kijk, die motoragent die heeft mij daar dus heen zien rijden. Ik zei nog, er stonden twee motoragenten. Hij heeft me hierheen zien rijden. Ja, nou, ik denk het niet. Ik denk dat die persoon dat niet heeft gedaan. Nee, dat heeft hij per ongeluk gedaan. Die wc is helemaal van eigen flop in de brand gevlogen. Ja, dat weet ik zeker. Nou, de brandweer heeft eindelijk mijn brandje uit, hoor. Poepoe, duurde wel even, maar ja, niks aan de hand. Nou, helemaal fijn. Dat is perfect. Kijk eens aan. Hij gaat er weer vandoor. Nou, gaan we ons volgende brandje stichten. Totaal op een andere plek. En daar staan we dan toevallig weer. Ik denk dat we het gewoon lekker bij de speeltuin doen. Achter het politiebureau. Oh, we hebben hier ook dat nieuwe gebouw. Die nieuwe school. Kijk, daar stonden net... Hier stonden zeg maar die motoragenten. Maar we kunnen hier wel... Hier kunnen we wel op zich iets uithalen, denk ik. Nee, we houden het wel gewoon bij die basis. Bij de basisschool, bij de speeltuin. Oké, of we worden gekidnapt. We worden gehunt. Ja, ik ben al uit de auto. Rustig aan, rustig aan. Ja, ik loop mee. In de Jurus. Oké, rustig aan. Ik heb al het uit. Ja. Ja, ik zit hoor. Ik zit. Hallo, rustig aan. Maar ik heb mijn communicatie niet afgepakt. Even kijken, phone. Geen. En weg. Jurus Wit heeft me ontvoerd. Maar Daisy stuurt bericht met telefoon. Oh. Pakt tel. Belt 1 en 2. Zo. Nou, dan weet hij ook dat ze achter me aan zitten. Oh. Nou, we moeten weer uitstappen. Ja. Ja, waarheen? Als ik het niet weet, dan richting dat kleine gebouwtje. Kleine gebouwtje. Oh, er zijn agenten. Waar gaan we die kant op lopen? Ja. Hij kijkt niet. Meneer agent. Nee, het is geen politieagent. Shit. Oké. Ja, hallo. Oké. Ik loop al mee. Ik doe wel rustig. Weg. Oké, is goed. Oh nee, oké. Ik blijf al staan. Nou moet ik weer lopen. Ja, meneer agent. Je doet LNG. Wat is LNG? Wat? Oké. Ja. Ja, lang. Hij doet de wapens weg. Straks gebeuren er ongelukken. Daar wil niemand. Oké, ik ben al stil. Helaas. Maar deze twee piepo's, die hebben dus geen wapens. Tuut. Hey, later, hè. Hey, yo. Dit is echt. Dit is de prank van de eeuw. Hey, maatje. Ben je ook aan het verstoppen? Zie je? Hij is aan mijn kant. Goed zo. Kijk, zie je? Hij is aan mijn kant.
Ja, maar die andere gozer, die is nou weer weg, hè? Die gaat hem nou halen om te vertellen dat ik hier achter deze containers ben gaan verstoppen. Hij heeft wel een wapen. Wat is dit nou weer? Hij heeft gewoon een wapen. Nou, ik vind het wel weer mooi geweest. Ik ga gewoon rustig lopen. Kijken of we hier weg kunnen komen. Hey, hey meneer. Hey, hier. Hij zit op het... Hij zit op het strand. Oh, dus jullie zijn nu wel veilig. Ah, ik ben gewoon weggelopen. Mooi. Ik ben weggelopen. De hostages zijn bij mij, zijn secure. Hey. Dat is ook niet handig, hè, als je mij op een strand zet en niet door hebt als ik wegloop. Moet even meelopen richting de parkeerplaats, komt helemaal goed. Picobello. Hoppa. Nou, ze gaan eens even kijken of ze er wat van kunnen maken, hoor. Kijk wat een leger hier staat, hè. En daar staat de Jurus waar ik in zat. Jezus, ik hoor allemaal schoten hier. Ik hoor echt heel veel schoten. Uh-oh. Ik ga maar gewoon liggen. Dat is beter. Zo, nou. Ja. Ja, meneer. Hallo. Nee, niet nodig. Ik ga wel even langs de psycholoog. Ja. Flesje water is lekker. Ja, doe die maar. Deze man weet ook gewoon... Oh ja, voor jullie was het heel snel weg. Maar deze man weet gewoon dat de politie Barley Duke drinkt. Bij incidenten krijgen ze inderdaad altijd Barley Duke. Nou, we worden thuis... Of we worden in ieder geval naar de spawn gebracht... En daarna gaan we gewoon weer lekker door met onze brandstichting. Want ik was nog steeds bezig met het speelpleintje daar zo in de brand steken. Dus dat ga ik nog steeds even doen. Want dat moet ik nog steeds... Achtervolging, gewoon naast me. Daar kom ik gewoon even tegen. Nou, we zitten in die wagen. En ik zat dus zo te denken. Ik kan ook doen dat er iemand bij de McDonald's iets van kip heeft gegeten. Dat er nog een botje in zat. En dat er iemand ligt te stikken. Dat is ook een leuke melding. Dan heeft de ambu wat te doen. Maar ik denk dat ik gewoon eerst eventjes dat pleintje in de fik steek. Dat ik vanaf een afstandje ga kijken. En als het goed is word ik dan niet gepakt. Oh, deze manier had een beetje... Lek. Kijk eens aan. Zijn we weer op de span. Nou. Dank u. Even kijken. Nissan. Weer van blauw van kleur. Zo. Kijk, dat is het. Hop. Zo. En dan gaan we eventjes naar het speelplein. Kijk eens aan, hier hebben we het speelplein. Nou, dan kunnen we eventueel nog even de auto hier parkeren ook. Zo, op de oprit. Hoppa. Zo, en dan gaan we het in brand steken. Welke doen we? We kunnen ook deze doen. Hier heb je zo'n hutje. Daar kijkt politie. Het is wel geinig als we het expres hier gaan doen. Zo. Dan kunnen we hier in principe of naar boven. Of we doen die daar. En dan ziet de brandweer hem. Hey, hallo meneer agent. Ja, dit is wel echt maximaal uitlokken, zeg maar. Zo. En dan... dan moeten we het niet te heftig maken. Oh, ik val weer naar beneden. Oh, dat was de glijbaan. Oh mijn god, dit wordt nog een opgave om dit te doen. Oké, even kijken. Deze, zo. Klein vuurtje. Iets groter. Ook 12. Ja, of. Hey, hallo. We doen hem gewoon hieronder. Dan doe ik gewoon een blokje. Zo. En dan doe ik daarop het vuur. Dat is denk ik eventjes wat, wat realistischer. Dan doen we hem zo. Oh. Ik moet nog eventjes... Kijk. Hop. Kijk. Maken we er gewoon 3 size witte rook van. Nou, 2. Zo. Hoppa. Dan hebben we dit. Nou, ik denk dat we hieraan een hele mooie hebben. Kunnen we eventueel dit nog in de brand steken.
Zo. En dan maken we de melding. Oh. Met de telefoon. Speelpleintje. Achter brandweerkazerne. Brand gesticht door jongeren. En dan mag komen de politie, de brandweer. Hoezo heb ik hier Rijkswaterstaat staat? Dat is denk ik een foutje. Zo. Dat moest Kamar zijn. Zo. Nou, dan hebben we een hele mooie brand. Kijk, daar hebben we de politie al. Nou, prachtig. Ja, hallo meneer agent. Waarom zit deze jongen nou weer leuk te doen? Oh, we moeten aan de kant. Dit is gevaarlijk. Ja, lekker warm. Ik ga even terug naar de andere kant. Hallo. Ja, ik wil weten wie dit aan heeft gestoken. Nou, ik niet in ieder geval. Oké. Ik blijf wel staan hoor. Dit gaat niet zoals gepland. Ik ben nou hetzelfde brandweer. Hoezo word ik nou weer verdacht? Ja, ja, precies. Jullie trouwens ook, hè? Ja, haha. Ze gaan laten kijken of we hierbij horen. Ja, dat is prima. Dat is prima. Ja, precies. Die speeltuin is helemaal vanzelf in de fik gevlogen omdat die al een tijdje niet meer wordt gebruikt. Ja, dus hij mag prima opnieuw inderdaad vernieuwd worden. Sprak laatst de gemeente die zegt dat deze nog 35 jaar staat. Tijd voor vervanging. Precies, en daar heb ik nou voor gezorgd. Oh, vervangen. Vervanging. Even kijken hoor. Ik heb even de camera's bekeken. Waarschijnlijk bedoelt hij dat. Ah, hij is wel slim. Hij zegt, ik heb even de camera's van het gemeentehuis bekeken. Meneer. Ja. Ja, hallo. U bent aangehouden. Waarvoor? Waarvoor? Dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik serieus niet gedaan, meneer. Deze meneer die lult onzin. Dat heb ik helemaal niet gedaan, joh. Zoals een bus. Oh, dat gaan we de volgende keer doen. Een politiebusje in de fik steken. Oh. Apart. Lijkt op mij. Laat even weten, jongens, of we dit vaker moeten doen. En of we de volgende keer een politiebusje of zo in de fik moeten steken. Dat is echt. Dat is een mooie hoor. Dat is een goeie. Nou, bij deze ben ik dus aangehouden. De boeien worden omgedaan. Nou, hij vindt nu een aansteker bij mij. Dat betekent eigenlijk gewoon een einde oefening. Nou, dan zitten we weer achter in de politiewagen. Ik heb recht op een advocaat. Is er een advocaat in game? Ik heb recht op medische zorg en de rest. Nou, doe dan de rest nog maar. Nou, daar zit ik hoor. In mijn huisje. Zo. Goed. Ik krijg een tijdelijke hechtenis. Tot de over je uitspraak doet. Nou. Hoppa. Jongens, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Laat even weten wat jullie van deze burgermeldingen vonden. Want dit heb ik nog niet eerder zo gedaan. Zelf vond ik het heel leuk om te doen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties. Vergeet niet even te abonneren. Want bij de 6000 abonnees geef ik Robux weg, jongens. Dus even doen. En dan check ik jullie bij de volgende video trouwens. We zijn echt heel erg op weg naar die 6000. We moeten er nog 35. Bij de vorige video zei ik geloof ik 30. Dan moeten we er nu nog 25. Er zijn een aantal bijgekomen. Deze video's neem ik vlak na elkaar op. Dus jongens, vergeet niet te abonneren. En laat even een like achter als je deze video leuk vond. Vergeet niet even te commenten. Laat weten of we dit vaker moeten doen. En dan, jongens, gaan we dat doen. Laters!